Wij gaan vandaag in deze video proberen early een nieuwe skin te unlocken die eigenlijk pas in seizoen 4 hoort uit te komen. Daarom blijf heel goed kijken in deze video, want misschien krijgen we dus wel deze skin gewoon early. Maar eerst vraag ik je gelijk eventjes te abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan om niks te missen wat natuurlijk in seizoen 4 gaat komen. Ik ga gewoon gelijk mijn Fortnite opstarten, dames en heren. Gaan we kijken of het dus gaat lukken. Want eerlijk, hoe vet zou het zijn als we deze skin nu al kunnen krijgen? Kijk eens aan, jongens en meisjes. Daar zitten wij weer in het menu-schermpje van Fortnite Chapter 3, seizoen 3. En in vandaag, in deze video, ga ik jullie dus laten zien hoe wij een nieuwe skin kunnen gaan unlocken die eigenlijk pas in seizoen 4, oftewel aankomend seizoen, te unlocken valt. Dus ik zou zeggen, blijf goed kijken naar deze video. Maar eerst, laat even een like achter en abonneer op mijn kanaal om niks te missen van alles wat in het nieuwe seizoen gaat komen namelijk. Want we zijn echt bijna bij het nieuwe seizoen. Nog een weekje wachten en dan begint het nieuwe seizoen, jongens en meisjes. Ik kan echt niet wachten. Maar als je mij nou nog niet wil supporten, dat kan. Ga dan eventjes naar de Fortnite itemshop toe en gebruik dan even in de itemshop mijn hele mooie supporter creator code OMAKA16. Want hoe meer mensen mijn code gebruiken, hoe vaker ik een giveaway kan doen. En ik kan jullie vertellen, voordat seizoen 4 gaat starten en terwijl seizoen 4 start, gaan wij echt lijpe giveaways doen. Dus als je mijn code gebruikt, laat het dan eventjes weten in de comments. Dan wil ik je sowieso al een dikke shout-out geven. Code is gewoon dezelfde naam als mijn YouTube kanaal, zoals je kan zien. Dus als je afvraagt, hey Chest, hoe moet ik het schrijven? Schrijf gewoon hoe ik op YouTube heet en dan komt alles goed. Alright, we accepteren hem. En dan ga ik dus gewoon naar jullie laten zien hoe wij dus kans kunnen maken op een skin die dus eigenlijk pas volgend seizoen in de game gaat komen. Want het heeft allemaal te maken met als wij hier naar de tapje gaan om een game mode te kiezen met een eilandcode. Want er is namelijk een eiland gelekt en ik weet dus niet of het waar is. En daarom gaan we er dus vandaag in deze video achterkomen om dus die skin te unlocken. Dus voor dit eiland heb je de code 0159 nodig en dan 3774. Zo, en dan moet ik even kijken, 0529 en dan 1. Dit is een versie 1. Dan klikken we op enter en als het goed is, krijgen wij dan een map. Kijk eens aan, hier staat Oasis Secret. Voor de rest is het een map die heel simpel gecreëerd is. Dus we gaan deze map openen en als we dus deze map gaan spelen, is het dus waarschijnlijk zo dat wij dus een vending machine krijgen en met die vending machine dus de Gwen skin al kunnen unlocken. Dus ik ga op play klikken, dan gaan we gewoon alle stappen doen die je hebt moeten doen, die ik in de video gezien heb. En dan gaan we dus kijken of ik deze skin daadwerkelijk zelf op mijn account ga krijgen. Ik hoop het wel, want ik ben zo hyped voor seizoen 4. Ik hoop jullie ook. En laat daarom ook even een like achter als je dat nog niet hebt gedaan, als je hyped bent voor seizoen 4. Want jongens, er gaan zulke vette video's online komen. Maar de map gaat nu opstarten. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Oké, jongens en meisjes, zoals je kan zien, deze map is echt het meest simpele ooit. Maar goed, oké, wat we dus moeten doen, is we moeten dus hier op dit eilandje naar deze scherp gaan. Want kijk, er staat dus Dick to Rave. Nou, dat is het enige wat je op dit eilandje kan doen. Voor de rest kan je helemaal hier niks doen. Het is echt heel simpel gemaakt. Ik weet niet, daar staat een boot met de battlebus. Maar we moeten dus naar deze scherp toe en dan moeten wij dus Dick to Rave klikken. Nou, als het goed is, komen wij dan op dit eiland? Ja, kijk eens aan. Hier moesten wij naartoe gaan. Want je komt dan hier op dit eiland en dan moeten we op dit eiland een nieuwe button gaan zoeken. Nou, die nieuwe button zit hier ergens op het eiland. Kijk, die zit hier. We moeten eerst deze Catty Corner keycard pakken. Dus deze pakken we sowieso. En dan zag je hier al een dingetje om te interacten. Dat is het enige wat je moet doen. Dus als je hier zo op dit eiland aankomt, moet je dus achter deze DJ booth gaan lopen. Eerst die keycard pakken en dan gaan we interacten. En dan als het goed is, worden wij geteleporteerd. Kijk, en dan loopt daar dus een bos, zoals je kan zien. En die moeten wij dus killen. Ja, die moeten wij killen. Dus wat we gaan doen, is we pakken het zwaard. En dan moeten wij dus deze bos gaan fighten. Je kan daar ook minis pakken, maar we gaan het gewoon doen zonder de minis. Kijk, let's go. We gaan hem pakken, jongens. En ik ben dood. Are you kidding me? Wat? Ik ben dood gegaan? Moet ik dan echt die minis pakken? Huh? Oké, wacht. Dit is anders. Ik moet het allemaal opnieuw doen. Are you kidding me? Dit was niet helemaal de bedoeling, maar voor mij ging het niet helemaal goed bij mij. Wacht, ik ga het opnieuw proberen. Oké, die keycard die ligt daar binnen. Oké, wacht. We kunnen het op een andere manier doen. Kijk, daar ligt die keycard. Maar dat zwaard ligt daar ook. Oh, nee, dat meen je niet. Oh, wait a second. Hoe gaan we dit kunnen doen? Even kijken hoor. Zo. Oh, daar gaan we hoor. Daar gaan we jongens, nu gaat het goed. We hebben hem, let's go, we hebben hem. Oké, kijk, dit was de bedoeling. Alright. We hebben die boss dus gekilled. Dan moeten we dus die keycard pakken en dan moeten we dus hierheen. Nou ja, je moet dus eventjes om dit te supporten. Oh, kijk, de supporter creator code hoef je niet eens in te voeren. Maar wat je dan kan doen is hier interacten met dit ding. En kijk, dan komen we dus in de locker waar we moeten zijn met die keycard. We hebben hier, even kijken, Spider-Man gloves, die kunnen we pakken. Kijk eens aan, dan krijgen we dus Spider-Man gloves uit dit ding. Error, there was an issue with, with your crest, please try again later. Nou, oké. Dan hebben we hier de Season 4 Battle Pass, maar het gaat dus daadwerkelijk om deze skin. De Gwen Stacy skin, zoals je kan zien. Dit is de skin waar het dus daadwerkelijk om gaat.
En ja, ik weet dus niet wat er gebeurt, maar die kerel die dus deze video maakte, die klikte dus op dit ding en kreeg dus daadwerkelijk, nadat hij de game liefde, daadwerkelijk de skin in zijn lokken. Ik weet niet wat bij ons gaat gebeuren, daar gaan we zo achter komen. Maar we kunnen hier dus ook al de Battle Pass krijgen en we kunnen hier dus V-Bucks krijgen. Nou, van die V-Bucks geloof ik niet heel veel, maar laten we eerst kijken wat er gebeurt als wij dus op de Season 4 Battle Pass klikken. Gaan we dan ook een error krijgen? Ja of nee? Even kijken. Error. Your request has been proceed. You will receive an email with your code one day before the... Bro, dit klopt niet. Dit kan sowieso niet waar zijn. Maar, oké, wat gebeurt als we op V-Bucks klikken? Ik ben heel benieuwd. Oh, wat gaat er gebeuren? Error. Your success with V-Bucks, your request has been processed. Nou, jongens, dit is gewoon keiharde clickbait. Oh mijn god, en wat gebeurt als we op Grand Station klikken dan? Wat gebeurt als we hierop klikken? Krijgen we de skin? Error. Congratulations, you have redeemed Grand Station outfit. Oké, nou... We hebben hem dus officieel geredeemd. Als het goed is, moet dus nu, als ik het potje lief, bij de Gwen Stacy skin gekregen hebben. Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Gaan we de skin unlocked hebben? Yo, niet. Zijn we keihard geprankt door deze kerel. En er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Jongens, are you kidding me? Dit was sowieso wel al te verwachten. We zijn gewoon keihard, maar ook echt keihard geprankt door deze kerel. Oh mijn god. Bro. Ik weet niet hoe hij dit in deze video gedaan heeft, maar dit is echt, echt, echt bizar. Want ik heb hem gewoon niet. Oh my god. Want wat het bizarre is dat die skin die we dus nu eigenlijk zouden moeten krijgen in de Battle Pass van aankomend seizoen zit. Er is al geconfirmed dat die skin in de Battle Pass van seizoen 4 gaat zitten. Dus ik vond het al apart, maar het zag er op de rit echt legit uit. Maar laten we dan een afspraak maken met z'n allen, omdat waarschijnlijk mensen wilden weten hoe ze dat kunnen krijgen. Ik ga om lief te zijn 3 mensen, ja, 3 hele mensen... een skin giften uit de item shop. En waarom ik dat doe, is dus om jullie dus een skin te geven voordat seizoen 4 start, waardoor jij misschien seizoen 4 met deze skin kan starten. Dus ik hoop dat jullie dat heel erg leuk vinden. Ik kan nog steeds niet begrijpen, jongens, dat het gewoon fout is gegaan. Maar wil je nou dus kans maken op zo'n skin, klik dan nu sowieso eventjes in de supporter creator tabje op mijn supporter creator code. Dus gebruik mijn code in de item shop, jongens. Gebruik deze code in de Fortnite items. Het is dezelfde naam als je mijn YouTube kanaal. Dat is stap 1. Stap 2 is abonneer op mijn kanaal met dat belletje aan, want dan mis je niks van de Fortnite video's die er online gaan komen in het volgende seizoen natuurlijk. En laat natuurlijk een like achter als je dat niet hebt gedaan. Dan moet je ook even naar de reacties gaan, want in de reacties moet je dan even jouw Epic Games naam commenten, zodat ik jou kan toevoegen en jou dus de skins kan giften die je wil hebben. Dus doe dat sowieso ook eventjes. En als je dan helemaal een legend bent, kan je ook gratis mijn Discord joinen. Mijn Discord staat dus in de beschrijving. Check de beschrijving sowieso eventjes, dat is gratis. En in de Discord chatten wij gezellig met kijkers, kan je met mij chatten en maak je ook kans op meerdere giveaways. Dus het is heel simpel, jongens. Gebruik mijn supporter creator code, gewoon abonneer op mijn kanaal, zet dat belletje aan en dan maak jij gewoon kans op een hele mooie gift van mij. Want ja, we zijn gewoon keihard geprankt door deze kerel. Are you kidding me?